Goedemorgen. Vandaag een hele bijzondere Geert Ruidenberg in beeld. We gaan met iemand op pad. En niet zomaar iemand, onze burgermoeder. Nou, goedemorgen Marianne. Goedemorgen Anke. Wat een hele klim. Ja, een hele klim om boven te komen. Maar toen we hier naar boven aan het klimmen waren, dacht ik, was ook een hele klim om hier te komen. Burgemeester van ons Geert Ruidenberg. U zit er nu een jaar. En toen u vorig jaar gebeld werd van u mag burgemeester worden. Wat voelde u toen en waar was u? Super blij. Maar ik zat in een fractievergadering, die hadden we die avond. En ik ben natuurlijk heel lang verbonden geweest aan mijn partij. Dus het sloeg in als een bom. Ja, iedereen heel blij voor mij. Maar ook van, ze vond het wel heel jammer dat ik wegging. En dat stukje heb ik wel een beetje onderschat. Als je ziet hoe mensen hebben gereageerd. Ook soms best wel emotioneel als je, dat je weggaat. Ja. Ja, dat had ik niet zo verwacht. En het mooie daarvan is wel, blijkbaar heb ik iets toegevoegd. Ja, het is wel mooi dat je zo leeft bij de inwoners toe van Oosterhout. Want ik heb de krant gelezen, maar er waren ook wel mensen die u kende in de vorige functie als wethouder. Die vonden dat u het echt heel erg goed deed. En ik vond het echt heel jammer voor Oosterhout. Ja, dat is heel mooi als je weggaat en je krijgt het allemaal mee. Ja. Terwijl je denkt van ja, ik heb ook maar gewoon mijn werk gedaan. Ja, en ik vind zelf wel heel mooi als het van inwoners zelf ook uitkomt. Hè? Ja. En een hele mooie stap. Want u woont hier ook al. Dat vonden wij zo bijzonder, zo snel. Ja, ik heb de zomer gebruikt om een huis te kopen en te verkopen. Dus ja, 4 oktober ben ik geïnstalleerd als burgemeester. En in die week heb ik de sleutel van mijn nieuwe huis gekregen. Dus 10 november woonden we hier al. Maar ja, ik dacht, je hebt ook 3 kinderen. Hoe vonden die het? Want voor hun is het ook wel een stap. Voor hun is zeker een stap, maar voor ons allemaal is het natuurlijk fijn. Het zijn de buren, hè? Dus als ze willen, fietsen ze een half uurtje en dan zijn ze bij hun vrienden. Dus dat is te doen. Ja, de oudste is inmiddels wel op kamers, want Tilburg vanaf hier is met de bus echt wel een gedoe. Heel lastig, ja. Maar dat plan had hij toch al. En het mooie is, mijn jongste die zei gelijk van ja mama, als jij het woord ga ik naar het Dongmond College. Dat is ideaal. Ideaal. Ja. En mijn zoon liep hier stage bij Omato, dus die zei allebei, kunnen we niet heel snel verhuizen? En ik denk dat ik de enige burgemeester ben waarvan de kinderen zeggen, mam, kunnen wij zo snel mogelijk verhuizen? Want meestal is dat anders. Ja, daarom, ik hou wel van deze regio en ik vind, er lopen heel veel verbanden tussen Oosterhout en Geert Ruidenberg. Het is me echt opgevallen, familie, werk, noem het maar, vrienden. Maar de cultuur is best wel vergelijkbaar. Wil ik even een hand zwaaien? Is dat, waar staat hij dan? Daar beneden, achter het rood-witte lint. Ja, we kijken nu even naar Raamsdonk, één van de 3 kernen. En het is prachtig weer, dus wij zien de Bavelkerk nu vanuit Geert Ruidenberg. Ja, Raamsdonk, bent u er al veel geweest? Ik kom er regelmatig, ik ga ook wel graag eten daar. Dus ja, door de corona wel minder dan ik zou willen. Want er is natuurlijk heel veel inwerkprogramma's stil komen te liggen door de coronacrisis. Ja, het is niet anders. Daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon, ik moest echt denken aan die carnavalsoptocht van het jaar. Wat blij dat die door is gegaan. Ja, voor mij, ik vond dat een cadeautje. Kijk, we hebben 3 kernen en die zijn allemaal even lief. En ze hebben allemaal hun eigen kracht en identiteit. En samen zijn we 1 gemeente. En nou, dat kwam met die optocht zo mooi tot zijn recht. Weet je. En het werd ook gewoon geregeld. Hè? Als je te zien hoe de stichtingen dat samen hebben opgepakt. En met name ook Raamsdonk als gastdorp, zeg maar. Het allemaal gewoon gefixt heeft. Met een bak aan vrijwilligers, dat wil je niet weten. En dat vind ik wel heel mooi. Dus het was echt een prachtig cadeau. Ja, ik vond het ook heel erg mooi. En vooral met de kennis die we nu hebben, dat het dit jaar waarschijnlijk weer anders wordt, kunnen we sowieso ook terugkijken op een heel mooi evenement toen. Ja, ik ben blij dat het überhaupt doorging. Want veel gemeentes hebben toen een half vaste verschoven. En toen begon de coronacrisis. Ja, dus er zijn heel veel bouwers geweest die nooit hebben kunnen rijden. Dus ik was er heel blij mee. Het was de mooiste optocht ever. Ja, Ruidenberg is weer een andere plaats, vind ik zelf. Ja, maar dat vind ik ook leuk aan onze gemeente. We hebben 3 heel verschillende kernen. En dat, volgens mij maakt dat juist dat je heel sterk bent. En mogen we daar best wel trots op zijn, hoor. Dat we zo'n diversiteit hebben. Want kijk, in de atmosfeer heb je gewoon heel veel voorzieningen. Winkels, noem het maar. Ook hier zit wel heel veel creativiteit qua verenigingen. Maar ook Don Bosch, ik denk dat mensen onderschatten. We zijn gewoon het 4e industrieterrein van West-Brabant. In grote, een aantal banen. Ik denk dat heel weinig mensen dat ook weten. Ja, het is echt een heel bijzonder ding en trots om op te zijn. Ooit hebben ze bedacht om dat aan te leggen. En dat is gewoon goud geweest voor ons nu. Wij hebben gewoon net zoveel banen als mensen die potentieel zouden kunnen werken. Ja. Dat is uniek. Ja, ongeveer 11.000 banen liggen er op industrie. Ja. Dat is echt wel heel veel. En ook de ligging natuurlijk. Want Hooipolder, we mopperen er veel op.
Maar het biedt ook heel veel kansen, vooral voor mensen die niet in deze gemeente wonen. Je zit overal zo, je bent zo in Eindhoven, Rotterdam, Utrecht. Ja, ik merk dat. Ik woon in de wijk in de buurt van het Dongemond en daar zit je zo op de snelweg. Ja. Dus als ik nu naar mijn moeder of mijn zus ga, ben ik maar een paar minuutjes langer onderweg dan vanuit Oosterhout. Dus die ligging van ons. Ja, en de snelwegen aan het water, die is echt heel strategisch. Ja, en het water. Kunnen we hier ook mooi zien. Ook al een lekker stukje gevaren, Marian? Of... Nog niet, maar wat ik wel echt vind, we hebben water en we doen er te weinig mee. We hebben heel veel plekken waar je niet echt kunt genieten van het water. Hoe het in het verleden gebouwd is, waar we eigenlijk gewoon meer moeten inzetten op die wandelboulevards. En als daar kansen liggen voor de toekomst, zou ik zeggen, pak die, want we hebben dat water. Doe er wat mee. Stad aan de Biesbos. Ja. Ja, we hebben het doen. We lopen door onze gemeente. Ja. Nou, dat zijn hartstikke mooie plekken. Hartstikke mooie plekken. Je kunt hier ook heel goed onze werven zien, hè? En dat vind ik ook mooi. Ja, maar dat vind ik ook, dat wordt ook te weinig benaderd. Dat was echt een stukje historie ook. Ja, veel zeker. Mensen hebben hun werk gevonden, vooral vroeger in die scheepvaart. Ja, en het onderhoud en de binnenvaart. Ja, dat is ook wel jouw ding, denk ik altijd, hè? Die 60 jaar geleden. Ik vind het geweldig. Ja. Ik heb, omdat zij vertellen gewoon iets over hun leven, hoe ze begonnen zijn. En best veel mensen zijn begonnen met bijna niks. Want er was vroeger in Brabant ook best wel veel armoede. Armoede, ja. En als het niet armoede was, ja, was het niet heel rijk. Ja, en bijna al die mensen hebben gewoon een heel mooi leven opgebouwd. Hun kinderen hebben de volgende stappen weer gemaakt. En dan denk ik, nou moet je toch kijken. En daar hoor je heel veel historie over de gemeente. Ik vind het leuk als jij erover vertelt dat je zelf ook een beetje sprankelt van. Ik ben echt trots op jullie dat je hier zo, dat ja, ik hier mag zijn. Dat is ook zo. Er zijn burgemeesters die dat dan vinden wat erbij hoort. En voor mij is dat gewoon echt een wezenlijk onderdeel van je rol als burgemeester. Ja, ik dacht, we nemen jou even mee naar de markt. Ja, op vrijdag ga ik meestal met een bakfiets met kinderen. Ja, leuk. Ik vond het wel een keer leuk om hierheen te gaan. Ja, dat is het ook. Ja, gewoon drie markten. Hè. Je hebt hem natuurlijk hier op vrijdag, op dinsdag. En vrijdag Gitterdenberg ook. Vrijdag ook Gitterdenberg. Ja. Ja, goedemorgen. Ja, ik denk, ik neem de burgemeester maar even mee. Ja, ja. Goedemorgen. Marian Witte. Dat is onze kaasboer. De Peter was de kaasboer en hetzelfde recept. Dus hoog bezoek. En hoe lang sta je op de markt hier? 21 jaar. Serieus? Vanaf 1999. Kijk. September. Dan steeds met veel plezier dan. Ja, dan weet je. Jongens, waar je begon, maar nu zitten we in de euro's. Ja, precies. Ja, en Ankeza, jij weet van iedereen wat hij wil hebben. Ja, zo moet het ook. Jong beleven op jullie. Ja. Kilootje en wat de zuster allemaal komt. Ja, helemaal goed. Precies, keurig. En dat van iedereen weten, hè? Dat is met de burgemeester ook. Als je telefoon gaat, weet zo wie erachter zit. Vaak wel, in de tegenwoordig word je geholpen door de techniek, hè? Dus, ja, dat is inderdaad, dat klopt. En maar deze manier niet. Nee, daarom. Dus dat is echt een eigen geheugen. Alles voor mijn lijst, zeg maar. Thuiswerken valt bij ons niet mee, hoor. Nee. Nou ja, kijk, het gaat hoor, maar je mist wel de interactie. Dat klopt, inderdaad. Juist. Het wordt allemaal anders overal. Ja. Precies. Nou, u heeft dat wel geprobeerd, dat thuiswerken, met afhalen van kaas? Dat klopt. De gemeente Rotterdam heeft 3 maanden thuis gezeten. Ja. Ja, moest ze thuis bezorgen. Er zijn 250, 300 klanten per dag thuis bezorgen. Hallo. Dat is eigenlijk geen werken. Nee. Maar goed, het is gelukt. Ik hoop dat het allemaal open blijft in Rotterdam. Ja. Ja, daar is het nu erger dan hier in plaats van toen, hè? Toen was het hier erger. Dat klopt, inderdaad. Ja. Ja, goed, zo in de buitenlucht kan het natuurlijk lang veel, hè? Ik wou net zeggen, beter kan eigenlijk niet. Nee. Een beetje afstand allemaal en de boel schoonhouden. Dan moet er goed komen. Ja. Precies. Dat is een bericht. 1680. Dank je wel. Nou, dan moet je de mic erop weer de groeten allemaal. Ga ik doen. Prima, hartelijk dank. Hé. Hey. Dankjewel. Averlief, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik hoop dat ik hem niet per se nodig heb, dat voor de lekker blijft, hè? Precies, hey, dankjewel. Hey. Succes. Hey, hartstikke bedankt. Hey, dag. Wat leuk. Nou, na alle drukte van zo'n week is het ook lekker. Ja. Nou, je bent ook in een lastige periode begonnen natuurlijk. Corona, politieke... gebeuren hier in deze gemeente, ja. Ja, laat het een bijzonder eerste jaar noemen. Ja, een bijzonder eerste jaar. Ja. Maar je stond er wel. Ja, dat is in ieder geval wat ik wel geprobeerd heb, ja. En het is natuurlijk lastig in deze coronaperiode natuurlijk, hoe je mensen nog, kunt ontmoeten. Want lukt het een beetje met verenigingen? Ga je langs, bel je? Nou, dat gaat heel lastig. Contact? Dat gaat echt heel lastig. Kijk, we hadden een heel inwerkprogramma en daar heb ik een deel wel van kunnen doen. En een deel is gewoon stil komen te vallen. Dus juist... dat soort dingen als verenigingen en sportverenigingen, ja, dat hebben we nog niet kunnen doen. En dat ligt aan de ene kant aan de afspraken rondom corona. Ja. En de andere kant ook die crisisbestrijding, die vraagt zoveel tijd. En dan heb je een blok dat je denkt van, nou, zal ik eens een voorzitter van een clubje gaan bellen? En dan loopt het gewoon weer helemaal vol met crisisbestrijding.
Dus weet je, ik ben hier voorlopig nog niet weg. Dus, nee, dat is ook zo. Dat komt echt wel goed. Klopt dat? Ik heb gisteren, nou ik zie die hond lopen en ik heb gisteren dat filmpje teruggekeken van jouw installatie en er wordt over een hond gesproken. Ja, nee, ja. Was dat een grapje, toch? Nee, ja, de kinderen wilden heel graag een hond. We hadden vroeger een Labrador tot een jaar of 3 geleden en dat was echt een heel lieve hond. Maar die was ook al wel een jaar of 8. Ja, is voor hond nog jong hoor, maar ja. Goed, dus die had niet zoveel nodig. Ja, en we zijn natuurlijk allemaal naar werk en school, ja. Dus ik vind, dat kan je een hond niet aandoen. Dus uiteindelijk hebben we een kat genomen. Het is een kat geworden. Kijk. Toch een dier. 4 januari hebben we het opgehaald uit asiel. En het is wel heel gezellig. Vind ik zelf ook gezellig. Dus als ik thuis kom, dan staat ze al klaar. Komt ze kijken. En ze loopt me overal achterna. Als ik zit nu thuis dat te werken. Dat is leuk. Zie je en hoe heet de kat? Pita. Pita? Ja, de kinderen hebben haar zo genoemd. Ze nemen nog een en noemen de broodje of kaas. Wat grappig. Nee, het is leuk. Want zit ik te video vergaderen thuis en dan loopt er in één keer zo'n staart door het beeld of een oortje. Van dan moet ze toch ja, op school. Ja, is leuk. Dus, ja, het is gezellig. En een kat kan gewoon beter alleen zijn dan een hond, hè? Ja, dat is ook zo. Nee, maar ik had de afgelopen week de hond van mijn moeder te logeren. En het is, wat wel leuk is, dat je dan buiten gewoon heel veel mensen ontmoet en kennis maakt uit je wijk die je nog niet gezien hebt. Dus het is wel een aanrader voor mensen die wel tijd hebben. Nou, als je iets sociaals wil doen, neem een hond. Ja, ja je bent wel geboren in Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk dan, klopt. Hè? Ja. Ja. Hoe ben je dan hier naartoe gekomen eigenlijk? Ja, mijn vader werkte voor Suikerunie, zoals van Gent. En die fabriek ging dicht. En toen kreeg hij de kans om op het hoofdkantoor in Breda te gaan werken. En die kans hebben ze gepakt. Dus dat betekende dat wij op de dag dat het tweede schooljaar, de middelbare school, begon verhuisden. Was je een jaar of 13 ongeveer? Ja, een jaar of 13. En dan kwam ik echt op school waar ik echt helemaal niemand kende. Het dialect niet verstond. En dat was echt een cultuurshock. En aan de andere kant denk ik dat ze gewoon de beste keuze die mijn ouders ooit hebben kunnen maken. Omdat het voor ons gewoon heel veel meer kansen gaf. Hè? Het veel centraler gelegen qua opleidingen en zo. Ja, weet je, en ik heb toen ook wel geleerd, ja, je maakt altijd wel weer nieuwe vrienden. Ja, is ook zo. Ja, op dat moment is het wel een stap als je 13 bent. Ja, dat vond ik toen niet leuk. Ja, dat is dan even niet leuk. Nee, dat vond ik toen echt niet leuk. Dus ja, zo dramatisch is het niet, maar dat is nu mijn perspectief. Maar toen vond ik dat niet. Nee, toen vond ik, kan me voorstellen. Ja. Ja, ook voor jouw kinderen, hè. Matthijs en Marius en Marieke. Ja, is het ook wel even wennen, maar... Ja, wat jij net al vertelde, want het gaat eigenlijk heel goed. Ja, gaat heel goed. Die waren heel blij met de Ramsdonksfeer. Het is niet zo ver weg. Ja, kijk, natuurlijk missen ze het winkelcentrum wel eens. Het missen Marieke dan. Maar en Matthijs gaat gewoon nog naar 19 met zijn bandje. Daar is hij gewoon gebleven. Dus ja, dat is natuurlijk mooi van niet zo ver weg verhuizen. Dat je niet al hun verbanden doorbreekt. Ja. Dat is natuurlijk wel anders als je anderhalf uur rijden weg verhuist of een half uur fietsen. Ja, dat is ver. Ja. Dus maar... ja, toen de buren voorbij kwamen, had ik zoiets van, wauw, die kan ik niet laten gaan. Nou ja, je werkt hard als burgemeester of burgermoeder, maar wat doe jij voor ontspanning? Wat doe je zelf? Muziek, sport, lezen? Ja, ik sport graag. Ik doe nu fitness en tennis sinds afgelopen voorjaar, de zomer eigenlijk. En in het verleden heb ik veel fitness doe ik al heel lang, maar ook lang Zumba gedaan, Tai Chi. Dat vind ik de sporten, maar muziek is wel echt mijn ding. Dus en wat voor muziek? Ja, eigenlijk heel breed van alles. Het ligt een beetje aan de periode van wat ik zin heb om te draaien. Maar dat kan zowel Nederlandstalig zijn, tot jazz, tot de stevige rock. Of op het moment, ik heb pas een film van Lady Gaga gezien. Nou, dan zet die playlist lekker aan. Dus ja, de muziek is voor mij wel heel belangrijk. Maar ik ben ook een nieuw junk, dus ik luister ook wel heel veel nieuwsradio. Leuk. Speel je zelf ook instrumenten of heb je muziekinstrumenten gedaan, gezongen? Nou ja, klarinet en saxofoon. Alleen daar kom ik al heel lang niet meer aan toe. Nou, ik heb in het verleden wel in een orkest gespeeld, maar... Nou, die klarinet ligt bij mij ook al 20 jaar in de kast, denk ik. Ja, dus ik heb hem afgelopen jaar zo af en toe nog wel eens even gepakt, weer geïnspireerd door de muziek. Dit is leuk hier, hè? Dit speel Bos in het Koningspark. Dat is heel leuk. Doet het ook? Hij doet het ook echt. Ja, hij gaat hoor.
Ja, daar komt hij. Ja, ja, ja. En dat is toch leuk? Ja, kijk, het stroomt, hè, gewoon. Alle dingen dus uit. Hij doet het nu goed. Ja, hij doet het heel goed. Ja, ja. Er zit genoeg water beneden. Het is nog een feestje hier. Was er ook een mooie beeldspraak? Het stroomt hier. Ja, het stroomt hier. In onze gemeente, het bruist. Kijk, eigenlijk is gewoon de herfst mijn favoriete jaargetijden. Omdat je daar gewoon de bomen ziet kleuren en soms heb je dan toch nog eens heel mooi weer. Zoals we in september denk ik 30 graden hadden. Maar dan is de zon niet meer zo fel. Ja, dat is echt wel mijn favoriet. Mooi zo die bomen, hè, met die lange dingen eraan en die kleurtjes. Want hoe is het met je gezondheid? Daar hebben we het nog niet over gehad. Het gaat goede kant op, maar het is heel frustrerend. Ik hoor wel tot die groep mensen die nog steeds klachten heeft, ja. Na zoveel tijd. En dat is wel gewoon echt vermoeidheid vooral. Ja, vooral vermoeidheidsklachten, hè? Ja. Ja, en dat is vervelend, want ik ben altijd gewend om te knallen en ik hoefde er nooit grenzen te stellen en nu moet ik echt kiezen. Maar hoe lang geleden is het? Dat was al... Ik zat bij de allereerste golf, ja, dus zeg maar 15 maart was mijn eerste ziektedag. Nu kijken, we zijn al meer dan een half jaar verder. Ja, klopt. En dat denk ik dat mensen onderschatten hoor, de bijkomende schade van al die mensen die niet zijn opgenomen, maar die nog steeds ook qua werk niet fulltime kunnen bijdragen. Kijk, ik werk wel weer fulltime, maar dat betekent dat ik het weekend één dag iets kan afspreken met vrienden en de andere dag gewoon niks, omdat het even bij moet komen. Ja, en het is wel niet leuk. Oh, je kan aan dat ding luisteren. Ja, dan hoor je wel de geluiden. Wat zou je horen dan? Hij staat al op kinderhoogte, hè? Ah, dat geeft helemaal niks. Het is nog heel stil. Nou, de huiskamer van Marianne is dit eigenlijk een beetje zo. Ah, van onze gemeente, hè? Nou Marianne, hartstikke bedankt. Ja, het doel was een beetje inwoners laten zien wie jij bent. De persoon achter de burgemeester. En ik denk wel dat het goed gelukt is. Ik hoop van wel. Wil je zelf nog iets kwijt? Nou, het is misschien wel heel leuk om kort nog iets te zeggen over deze mooie werkkamer. Want nu ben ik er deze week al bijna niet geweest. Omdat ook wij zoveel mogelijk thuis werken. Maar het is wel een hele fijne plek om te werken. Het is echt gewoon mooi. Houtsnijwerk ook van onze eigen inwoners destijds gemaakt. En het is ook heel leuk om mensen te ontvangen bij ons, weet je, dat je gewoon dat historische wat wij ook hebben, dat je dat kan laten zien. Ook al is het nog niet heel oud, maar ik vind het wel historisch. Ik vind het mooi. Ja, en we hebben al velen voor jou gezeten ook. Ook, ja. Dat maakt het ook zo mooi. Ja. Nou, bedankt. Ja, jullie bedankt voor het gesprek. Dat was leuk. Zeker, ontzettend.